Ik sta vanmiddag in Harlingen en hier konden we na de vele millimeters van gisteren vandaag een meest droge dag noteren. Maar zo blijft het niet. Mensen, we gaan vooral in de kustgebieden en kustprovincies richting opnieuw flink wat regen. Allereerst vanavond en vannacht. Geleidelijk aan wordt het buiig. Vooral later vanavond en vannacht. Dat kunnen buien zijn met kans op hagel, onweer en windstoten. Geldt vooral voor de kustprovincies en de kustgebieden en het IJsselmeergebied. Als we kijken naar de temperaturen voor vannacht, 7 tot 10 graden. En de wind die komt de komende nacht zo uit het westen tot zuidwesten, matig tot krachtig, windstoten in kracht 7. Morgen opnieuw buien, de meest stevige buien in de kustprovincies met kans op onweer, hagel en windstoten. Toch de zon er ook nog wel even bij, temperaturen 12 of 13 graden, dat is koud hoor voor de tijd van het jaar. En de wind dan, die komt morgen uit het westen tot zuidwesten, matig tot vrij krachtig, een waarschuwing voor windstoten in kracht 7. In de avond, in de nacht, ja toch wel wat een aantal buien nog en dan op naar zondag ook een aantal buien. Maar ik moet zeggen opnieuw de meest pittige buien weer, vooral in de kustprovincies en de temperaturen 12 tot 14 graden. En de zon die is er op de meeste plaatsen wel even bij. De wind uit het westen tot noordwesten en die is matig of vrij krachtig. Door naar de vooruitzichten, maandag een paar buien of buitjes, zo'n 13 graden. Dinsdag buiig, temperaturen rond 12 of 13 graden en woensdag ook zo'n 13 graden met de zon erbij, maar ook weer een aantal buien. Zo blijft het ook de komende week koud voor de tijd van het jaar. En wat mij betreft, ontmoet tot morgen.